Wat je nu krijgt te horen zijn allemaal Lazy Beats. Hardste van Nederland. Een tijd geleden had geen flauw idee hoe ik moest rijmen. Tot die lamp boven mijn hersenpan begon te schijnen. Ik had een goed idee, nam mijn pen en begon te schrijven. De juiste manier om mezelf te onderscheiden. Die donkere tijd begon ze door te eisen. Zat vast in de cirkel, was secondewijs. Maar ik nam de tijd, nu ben ik voorbereid. En nu zijn we hier consequent zonder twijfels. Onderwijzers in de wetenschap breng ik hier de feiten voor de hele klas. Mijn hart, het hoofdgebouw, de zolderkamer, dependance. Ik proost en zet de beker terug in de trofeeënkast. Behaal medailles in mijn trainingspak. Onverbiddelijk en zo leg ik de meters af. Alleen de keerzijde is, ben in een slechte bui. Dus haal onmiddellijk de regenjas uit je kledingkast. Zie, we geven gas, bewegen of ik neem de fiets. Lees ik niet, dan ben ik bezig met wat creatiefs. Zoals deze fiets. Ruggenbrekers, maar laten dat voor wat het is, we zijn geen hulpverleners. Je pompt de trek zodat je al je stress niet kunt vergeten. Omdat de visio je adviseerde rust te nemen. Om daarna te knallen, alles uit de kast, krijg het op mijn heupen. Ik heb lyrics in een buideltas. Yeah, podium drank. Ik hoop dat jullie nog een beetje warm zijn. Constant consequent, je weet. Constant consequent, continu, ik heb een flow te pakken. Ben het monster van Launet, maak een foto van. Je bent op de hoogte van hoe ik woorden gebruik. Ik ben doof als wielrenners, geen bolletje struik. Ik zat op de zolderkamer, verstopt als een muis. Maar nu drop ik nieuwe tracks en je komt ervoor thuis. En zo kom ik vooruit, ben het zwaar gewicht. Het is tijd voor de shine en ik breng het aan het licht. Yeah. Frank Zinnig, mijn broer, is aanwezig. Jawel. Luister. Zoals een kunstenaar gaat zitten met zijn kwasten en zijn witte doek. Neem ik plaats en laat ik horen hoe je spitten moet. Ik geef je beelden bij de spraak als plaatjes in een kinderboek. En schets ik zo mijn plaatje vol. Nu weet je hoe ik dingen doe. Al zit ik in de kroeg en staat de ochtend wekker vroeg. Spit ik nagenoeg tot late uren als de avond vloeg. Dat wat ik vandaag weer doe. Jawel. Dus ik hou me taai, het gaat me goed. Ik doe het vaak genoeg, er zit routine in. Dat houdt in dat als ik klaar ben, ik opnieuw begin. Dit is een discipline ding. Ik hou me bezig met het zetten van een stap. En niet met wie er op mijn hielen zit. Maar komt het ooit nog voor dat ik wel achterom moet kijken? Dan geef ik gas en kom ik helder van hun sokken rijden. Dat het tijd voor toffe lijns is. Zeker. Dus ik drop mijn tracks online, ik ben bereikbaar als je Spotify list. Dus zet me aan. Hip-hop is een vorm van geloven en ik heb net mijn gebed gedaan en de track trekt je aan. Nu wil je hangen met de Spanish, maar je teksten passen net niet in mijn repertoire. Ik ben een scherpe snaar omdat ik je gevoelens pak. Optimistisch, we proosten met het goede glas. Ik check mezelf en ik ben blij met wat mijn moeder bracht. Ben een spit kid omdat de beat weer uit zijn voegen barst. Dankjewel.